Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto van aan het begin deze middag zien we veel wolken boven Nederland. Dat waren vaak stapelwolken waar de zon goed tussendoor scheen. Maar er waren natuurlijk ook plaatsen waar de bewolking wat vaker de overhand had. Vanavond kan vooral in Zeeland misschien een spatje vallen. Misschien ook langs de westkust van Zuid-Holland. Maar in de rest van het land verwacht ik droge omstandigheden. Komende nacht zijn er brede opklaringen. Daalt de temperatuur tot rond 11 graden. En er kan wat nevel of een mistbankje ontstaan. Kijken we naar het weer van morgen, dan ziet het er vrij goed uit. Maar vanuit het noordoosten komen er wel wat wolkenvelden aan. Daar kan een enkel lokaal buitje uitvallen. De meeste plaatsen blijft het droog. En bij een matige noordoostenwind wordt het zo'n 20 tot 22 graden. Woensdag en donderdag verlopen zon overgoten. Woensdag gemiddeld 23 en donderdag 25 graden. Vrijdag wordt het 26 graden. Maar neemt vanuit het zuiden wel de kans op een buit toe. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl.